Dag, goedemiddag. Het probleem met de huidige stadslogistiek is dat je bij een steeds groeiende bevolking van de stad steeds meer wagens nodig hebt om aan al die wensen van die mensen die in die stad wonen te voldoen. Dat betekent dat de bereikbaarheid achteruit gaat en de luchtkwaliteit achteruit gaat als we niet grote stappen maken door die stadslogistiek slimmer en vooral ook schoner te maken. Nou, wat heel mooi is om te zien is dat je in zo'n drukke stad als Amsterdam toch afspraken kunt maken om al die distributie goed te houden voor de transporteurs, goed te houden voor de klanten en ook voor de omwonenden. En dat dus ook met echt een duidelijk perspectief op echt schoon distributie. Al die dingen horen bij elkaar te komen, dat doen ze hier. Als overheid moeten we natuurlijk met de sector samenwerken. Want die bereikbaarheid willen we op orde houden en we moeten zorgen voor schone lucht voor de inwoners van die stad. Dus ik ben heel blij met de manier waarop die samenwerking nu gaat.